Yo YouTube, welkom weer met een nieuwe video. De eerste video van deze nieuwe serie 1v1 tegen YouTubers. En ik kan je ook alvast vragen, ben jij een YouTuber van 5k plus subs? Dan kan je je aanmelden, zeg even in de beschrijving. Of jij met 5k plus subs, geen Insta of wat ook, maar gewoon echt subs op YouTube, meer dan 5k hebt. En dan zorg ik dat jij misschien ook in de serie komt. En deze serie heeft trouwens zin. We gaan drie potjes, zeg maar, max 5 potjes freebuild. Dus zeg maar wie als eerst 3 keer heeft gewonnen. En daarna gaan we ook nog eens wie als eerst 5 keer boxfight heeft gewonnen. Want dan kan je echt vergelijken wie beter is. Let's go man. En ja, en nu zijn we spelen tegen Nilanovic NL. Hij komt in de beschrijving, zijn linkje. Hij heeft op dit moment bijna 17k toch? Of heb je al 17k? Ja, 16.8k. Ja, 16.8k. Ja. Hij is trouwens vandaag jarig op de zondag dat wij het opnemen. Let's go. Zo. Wel wat doet. Ik speel trouwens nu ongeveer een maandje op toetsenbord naar huis. Ja, ik heb heel lang geen Fortnite meer gespeeld eigenlijk. Ja, dus geen van zoals Lars ook niet, Lex niet, dat soort dingen. We zijn allemaal Maar ja, ik ben nu wel weer aan het oppakken. Net zoals vandaag weer lekker 100 kijkers, weet je, gewoon prima. Ja. Waar ben jij? Oh, daar. Ja, ik heb dat ook altijd dat ik een ongeluk grappler pak. Ja, echt. Ah, GG man. Ik wist gewoon al dat ik dit zou verliezen. Ook binnenkort tegen een andere YouTuber die zeg maar nog een hoger niveau speelt. En zelfs is pas in de ECV gekomen. Dus. Alles tegen... wat? Ja man, daar wordt ook nog een nice aflevering. Nou, dat ga ik sowieso 100% verliezen. Oh, het leuke is, ik heb toen hij, hoe heet dat? Ik weet niet meer eens hoe dat heet. God, ik kom nu niet op die naam. In ieder geval niet, niet gewoon Worldfight, niet Boxfight, maar dat andere. Hoe heet dat? Ik kom even niet op die naam. Oh, Realistic, daar had ik geen gewonnen, hè, van Sam. Oké, lekker man. Toen ik nog niet, toen ik maar ja, nu is hij waarschijnlijk, hij speelt echt veel. Ja, ik heb nu dus de laatste tijd niet veel gespeeld. Nee, ja, dus ja. Maar nu ga ik het wel weer oppakken, zeg maar, want mijn kanaal staat zeg maar gewoon voornamelijk bij Fortnite, dus dan willen mensen ook Fortnite content zien. Ja man. Oh shit. Ja, GG. GG. Freebuild ben ik echt nog steeds niet heel goed in. Boxfight ben ik hier wel beter in, dus. Nice man. Zo is Simon daar ook 5-0. Nee, boxfight kan ik niet zo heel goed. Ik ben echt een glitcher. Een glitcher, oké. Okay. Ik glitch altijd door muren heen. Vraag mijn kijkers maar. 3-0 moest het worden, toch? Ja. Of okay. 3-1 of 3-2. Ja, ja, precies. Ik heb je nog niet eens gedit. Ik heb je 0 damage gedaan. GG's, man. GG. Oké, okay, let's go. Oh mijn god. Ah shit, GG. GG's. Ik heb je nu tenminste wel gehit. Ja, gelukkig wel voor jou inderdaad. Ja, jongen, deze jongens, vandaag is er gewoon bij Nilan en bij Lars iets heel geks gebeurd. Zeker weten. Lars is 600 euro. Mm-hmm. En Nilan 200. Ja, dat is echt niet normaal. Oh mijn god, hij deed edit niet. Ah shit. GG's man. GG. Is het ook tot de 3 of dit tot de 5? Tot de 5. Oké. Okay.
Oh nee. Nee, wat doe ik? GG. Oh, GG's. Let's go. Dat had ik niet moeten editen. Ik had toch tenminste nog een win. Ja, ik kan nog met de comeback komen. Nee, je moet niet tegen de beste content creator nu, dus. Nee. Zeg maar, tegen Sam wordt het nog een stuk moeilijker. Ik denk dat je tegen Sam geen kans maakt. Maak ik zelf ook niet, namelijk. Dertig, hè? Ja, ik heb man. GG's. GG. Hoeveel ga je in de Weekend League dan? Oh, ik speel, ik kijk zeg maar, ik ga pas FIFA echt spelen zodra ik de PlayStation 5 en zo heb. Oh ja, precies. En dan ga ik ook Elgato halen, waardoor ik echt zo als een bas ga worden. Ja, dat is echt ziek inderdaad, dat wil ik misschien ook wel gaan doen. Ja, maar kijk, ik ga geen FIFA video's uploaden zo, weet je. En ik stream gewoon Fortnite dus op de PC, dus ik heb eigenlijk geen Elgato nodig. Nee, okay. Oh, yo! Goeie hits. What the fuck? Nee! Jezus. Jee. Oeh, ik moet nog één keer winnen! Ja, dat ik nog vier keer. Ja. Ja. We gaan het gewoon proberen. Ook tegen kijkers, zeg maar, win ik wel gewoon vaak. Je bent gewoon wat beter dan gewoon gemiddelde mensen. Oh, maar kom maar één. Oh, oh mijn god. Yes, oh. Komt er dan een comeback? Komt een comeback dan? ik heb ook video met Nasnas gemaakt, hè? Ja, ik had dat gehoord inderdaad. Ziek man. Ja. Ik heb nog niet gekeken, maar ga ik sowieso doen. Lekker man. En join hij in één keer jouw lobby dan ofzo? Ja, nee, bij Tobider. Ja. Die joined dan. Oh mijn god. Nee! Ah, GG's man. GG. 5-2. Ja. En 3-0. Ik had beter kunnen spelen. Inderdaad man. Normaal speel ik ook wel iets beter dan nu. Ja, ik speel normaal ook beter, maar ja, ik moet even weer echt inkomen. Ja, ik zeg maar, ik begin gewoon van customs van jou naar boxfights voor een video. Ja, precies. That's it. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Ja, precies. Niet echt dat ik echt heb geoefend voor vandaag. Mm-hmm. Wil je nog een auto? Jongens, bedankt voor het kijken. En dit is dus aflevering 1 van de nieuwe serie. Volgende week gaan jullie weer een nieuwe tegenstander zien. Die is ook al opgenomen trouwens. Dus het is misschien een van de minste abonnees, maar het is wel 5k plus. Dus daar gaat het mooi om. Man. En in ieder geval bedankt voor het kijken jongens. Later. Laters.